denk als ik voor mijn collega's van Mars en Bavaria praat, dat we trots voelen dat we hier staan met z'n drieën. Het is niet alleen zo dat vandaag dit schip voor het eerst richting Rotterdam gaat en dat de start van de Heinstroom is richting Rotterdam. Maar net zo goed gaat er vandaag een schip van de Van Berkelgroep vanuit Veghel ook naar Rotterdam toe. Het 7 januari 2013 is de dag waarop we beginnen met de binnenvaartterminal Kuik. Wij zijn de lancerende klant en dat betekent ook dat met ingang van deze dag dagelijks 1 miljoen flessen ketchup over de binnenvaart naar de Rotterdamse haven vervoerd worden. De binnenvaart is een goed alternatief voor de weg. We hebben te maken met een toekomstig chauffeurstekort in Nederland, een dichtslippende A15. Daarnaast hebben we compagnie-doelstellingen en binnenvaart is natuurlijk een heel mooi alternatief om de weg te vervangen voor het water, wat duurzamer is. Niet alleen op de korte termijn, maar ook op de lange termijn. En we hopen dat vele andere partijen ons zullen volgen. Een bestaand beeld van de binnenvaart is dat het niet altijd kan inspelen in de verschillende logistieke keten. En daar geen juist alternatief voor kan zijn. Wat we nu in verschillende voorbeelden van onder andere Heinz, Mars en Bavaria hebben laten zien, is dat de binnenvaart ook een alternatief kan zijn bij fast moving consumer goods. Waar je tegenaan loopt in het proces is het volume. Bavaria zoekt andere verladers om genoeg volume te bundelen om een dagelijkse afvaart mogelijk te maken. Op het moment dat het traject logistiek gezien wel blijkt te werken, blijk je toch nog redelijk klein te zijn als het om volume gaat en kun je dus de frequentie niet halen. Zijn we op zoek gegaan naar partners die eigenlijk tegen hetzelfde probleem aanlopen. En we hebben daar onder andere in Bavaria en Heinz hebben we twee bedrijven gevonden die gelukkig mee ingestapt zijn in dit concept. Zodat we nu niet al te veel voorraad hoeven te investeren in de totale pijplijn. En dat we de frequentie kunnen blijven handhaven die we voorheen kenden. En dat betekent dat we gaan starten met dagelijkse afvaarten. En ook met de dagelijkse afvaart heb je nog steeds rekening te houden met een dag meer lead time. Het is ook zaak om dat goed te communiceren met de andere afdelingen. Een afdeling verkoop en een afdeling customer service. Zodat ook iedereen weet waarom hij die dag extra nodig hebt. Wat ik vaak zeg, onbekend maakt onbemind. En daar is dat de verlader ondersteuning nodig heeft. Die ondersteuning bieden wij graag als bureau voorlichting binnenvaart om alternatieven voor de binnenvaart in kaart te brengen. Daarnaast is het ook een proces wat niet van vandaag op morgen geregeld is. We praten over een duurzaam alternatief. En duurzaam is zowel qua emissies, maar ook qua duurzaamheid in de tijd. En dat heeft een aanloop nodig. Maar zodra alternatieven in kaart zijn gebracht en we hebben de juiste kosten en emissiewaardes bereikt, dan is het een alternatief wat voor lange tijd stand kan houden. De impact op de Heinstroom is dat we 10.000 ritbewegingen per jaar van de A15 afhalen. En we hopen natuurlijk dat deze flow zich ontwikkelt naar de flow voor meerdere verladende partijen, zowel uitgaand als inkomend vanuit de Rotterdamse haven, waarmee we veel meer auto's van de weg afhalen en de congestie helpen te verminderen en daarnaast zorgen dat we met z'n allen naar een duurzamer BV Nederland gaan. Met de ervaring van de afgelopen 18 maanden in dit traject denk ik dat de rol van Lean and Green Barge vooral ligt op het terrein van het samenbrengen van alle partijen in dit geheel. Het bekendmaken van het feit dat het concept ook gaat werken. En daardoor ook het volume op kunnen schroeven op allerlei terreinen. De rolverdeling is dat wij als bureau voorlichting binnenvaart de kennis en expertise inbrengen van de gehele sector. En de ervaringen die wij de afgelopen tijd hebben ingebracht en gehad met verschillende verladers om de stap te maken. En anderzijds het krachtige netwerk van Lean and Green, waarin een community kan worden gevormd van verschillende verladers met eenzelfde doelstelling. En daar grijpen ook de doelstellingen van Bureau Voorlichting Binnenvaart en Lean and Green samen. Zodat we in die hoedanigheid elkaar kunnen versterken om die partijen de overstap te kunnen laten maken. De toekomst ziet er erg rooskleurig uit, denk ik. Straks als de recessie voorbij is en Rotterdam wordt weer wordt erg druk met vrachtverkeer, dan denk ik zeker de binnenvaart toekomst biedt. Ik denk dat wij met een drietal grote verladers momenteel aangeven dat wij er alle vertrouwen in hebben dat dit concept gaat werken. Dus ja, we zien dat zelf ook wel als baanbrekend werk op dit gebied.
En daardoor denken wij dat het voor een aantal andere verladers makkelijker moet zijn op dit moment om aan te haken. Ja, wat belangrijk is, is gewoon om alle volumes bij elkaar te brengen. Ook al denk je van mijn volume is niet interessant, een hoop kleine volumes kan toch een hoop volume teweeg brengen. En er is meer mogelijk dan sommigen denken. Andere verladers hebben denk ik ook zoiets van, nou ja, ik moet het eerst nog zien en dan geloven. Door dit te zien hoop ik ook dat het geloof er is en dat zij ook daadwerkelijk meegaan in dit concept en dat anderen dus het zullen volgen.